Welkom bij aflevering 3 van Extra Tijd, de rubriek waarin we op bezoek gaan bij een Nederlandse scheidsrechter om terug te blikken op de VAR-momenten van afgelopen maand. Deze keer is het de beurt aan misschien wel de meest flamboyante van het stel. En dan weet u natuurlijk dat ik het heb over Bas Nijhuis. We zoeken hem op in zijn persoonlijke omgeving en uiteraard is dat tussen de dieren. Bas? Bas? Milan! Hey! Hoe is het? Oh, daar ben je. Ja, kom erin. Goed. Ik zit zo door de deur. Kom erin. Dus is hier sta je. Ja. Of niet? Wie is dit? Dit is Ramiro. Ik ben hem even aan het poetsen voor je. Hey. Oh, nee toch? Ja, tuurlijk. Ja? Dekentje. Dekentje. Dit moet aan de voorkant. Moet deze erop. Hey. Top. Zo goed? Ja, zeker. Een beetje mooi iets naar voren leggen zo. Oké. Okay. Maar weet wat die VAR, Milan? Nee. Hè? Nee. Want? Nee, jawel. Je wilt toch? Jawel. Nou, we zitten altijd te zeuren over een paar van die momenten, toch? Maar heel veel wordt er ook recht gebruikt, toch? Heel veel gaat er goed. Vind je niet? Wat ben je aan het doen? Ja, dat meer dan het op. Hoeveel moet er vast? Ja, zou jij het fijn vinden als je onderbroek zo strak zit? Nee. Ja. Blijft toch een jongen van de stad, hè? Ja, dat blijkt wel, hè? Ja. Kijk, we hebben heel veel beslissingen die zijn gewoon niet goed, hè? En die worden toch recht getrokken door de VAR. Ja. Maar het is vaak dat ene, dat moment wat jullie dan aanhalen, daar gaat het. Het probleem, het frustrerende is dat je denkt dat het allemaal goed gaat. En als de VAR dan ook iets verkeerd doet, dat is waar de meeste mensen over vallen. Ja, toch? Ja. En we houden een grijze gebied. Dat blijft toch? Er is wel veel kritiek. Ja, er is heel veel kritiek. Alleen, het is natuurlijk zo dat als scheidsrechter, kijk, jij kan een scheidsrechter zijn die misschien iets heel snel rood vindt en ik niet. En dat hou je ook als VAR. Dus jij zit daar als VAR en jij zit misschien eerder aan die rode kant. Terwijl zo'n beslissing in het grijze gebied zit. En dan is het net wie er zit natuurlijk. Dus je kunt dan naar de kant worden geroepen. Maar vind je niet dat er te veel wordt ingegrepen? Dat je er gewoon iets meer vanaf moet blijven? Ja, ik vind dat we wel heel veel moeten steunen. Echt steunen, steunen, steunen. Alleen je hebt ook momenten dat wij soms wel eens te veel steunen. En dat we zeggen van ja, het is 90% misschien net fout en 10% nog net goed. Ja, dan moet je ook al kijken van ja, wat ook iedereen vindt. Dan moeten we niet als enige denken van we kunnen dit steunen. Het is een vak apart hoor. En je kunt wel een goede scheidsrechter zijn en misschien wel een mindere VAR. Ja. Dus en daar wordt nu ook op geselecteerd. En er zijn een aantal jonge jongens die doen het echt heel goed. Beter dan jij misschien wel. Ja, absoluut. Ja, is ook niet zo moeilijk. Nee, dat snap maar, ik. Toch, dat snap ja, ik denk ik ben je even voor, ja, want dat zul jij wel weer zeggen. Gelukkig kop jij mee. Dus zit hij vast of... Hij zit vast. Je hebt wel fans hè? Zijn deze ook voor jou? Nee, dit zijn allemaal jonge veulens. Maar dit is dus waar jij tot rust komt, Bas. Ja, ik vind het heerlijk, even wel. Na zo'n wedstrijdje. Je hebt soms wel eens, dan heb je op zaterdagavond heb je een wedstrijd, veel hectiek. Hè? Ja. Dan beginnen jullie weer lekker over na te praten. Ja, wij weer te zeiken. Dan wordt het nog erger voor ons. En dan vind ik het wel lekker dat je zondagmorgen even het paard pakt en wegrijdt. Ja, er wordt ook wel eens gezegd, laat het allemaal van zich afglijden, neemt het niet zo serieus. Ja, ik ben wel degene die heel snel dingen loslaat, dat klopt. Maar ja, je baalt natuurlijk wel. En als de dingen fout gaan, dat vind ik niet echt fijn. Nee. Dus dat is elke scheidsrechter. Wat voor wereld is het, die scheidsrechterswereld? Ja, het is natuurlijk, ja. Aan de ene kant is het een teamsport, want je moet met elkaar, moet je eigenlijk allemaal hetzelfde doen. Maar het is ook wel heel erg individueel, omdat iedereen strijdt natuurlijk voor zijn eigen plekje. Ja. En iedereen wil bijvoorbeeld Feyenoord, Ajax of dat soort wedstrijden fluiten. Dus er is wel een concurrentie natuurlijk. Die eigen stijl van fluiten, daar wordt heel veel over gezegd. Ja. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja, dit in de amateurzaal. Ik hou ervan. Lekker laten spelen, lekker. Ja, dat doe ik nu nog steeds. En dat is, op een gegeven moment is het opgevallen. En nu blijft het continu herhalen. Of mensen het herhalen dat ik dat doe. Alleen, we hebben natuurlijk wel een breedte waarin wij beslissingen moeten maken. En één zit meer hier en ik zit hier. En misschien soms wel eens even eroverheen. Maar ja, dan krijg ik het wel weer te horen. Het is heel makkelijk om volgens de regeltjes te fluiten. Elk duurtje, tuut, tuut, tuut. Het is de uitdaging om juist iets meer te laten gaan. Vind ik. Maar dat is mijn stijl. Zonder cap gaat het niet, hè? Nee. Dus ik heb een hele mooie cap voor je. Ja? Kijk. 1 meter erin, overeen zwaai je net als je in die cowboyfilm ziet. Ja, heel goed. Top. Controle. Overwicht. Overwicht. Hallo, nu gaan we alweer de verkeerde kant op, hè? Ja. Heel goed, controle. Wat is galop? Galop. Kom, Milan. Oh, oké. Okay. Opschieten. Kom op, man. Wat is dat nou voor traag gedoe? Nee, Ramiro is wel rustig aan. Nee, je moet hem aanzetten. Dat is prima. Kom nou. Nee, rustig aan. En zoals elke keer in extra tijd bespreken we met de scheidsrechter van dienst. Deze keer dus Bas Nijhuis. De VAR-momenten van de afgelopen tijd. En we beginnen met een moment uit de wedstrijd die Bas zelf floot. Heerenveen, PSV. 1, 2, nu.
Veerman, scherp. Veerman scherp. Gaan we door. Kijk wat daar gebeurt. De bal op de hand. Ja, bal op de hand wil ik eerst zien en daarna mogelijk overtreding op de keeper. Ik heb hier een camera en komt hij aan de volgende. Komt hij? Ja. Ja. Verder is het rustig op het veld. Dat is 6-6. Bas, momentje. Wij moeten de hensbal is duidelijk. Het is mogelijk buitenspel van Veerman bij het duel met de keeper. Ik moet even lijnen trekken. Oké. We gaan naar de laatste verdediger. Ja, de schouder van de bovenste verdediger. Oké. Hier is de schouder toe. Ja, en dan die andere schouder is ook duidelijk. Hè? Die is er echt voorbij. Die is echt voorbij. Ja, de lijnen van elkaar niet raken. Ja, de grondige positie. Nee, links. Daar, prima. Oké. Hier naar boven trekken? Ja, naar boven. Oké. Bas, het is een buitenspel van Veerman. Je moet een indirecte vrije schop geven wegens buitenspel. Ongeveer waar de keeper nu staat. En dan vervalt de kaart ook. Want dat is geen ernstig gemeen spel of iets. Het is een spelsituatie. Dus het is indirect vrije trap voor PSV. En die speler, die rode rook nummer? Rood was 6 volgens mij. Ja. Maar die mag blijven staan, want dat vervalt. Nee. Dat telt allemaal niet meer. Oké. Okay. Ja. Welk nummer was het ook weer? Ja, dat is soms, dat vergeet je, omdat het ook zo lang duurt. En dan krijg je die VAR op je oren en dan gaat er heel veel gebeuren. En je ziet nu al dat het best wel, het duurt even om alles te checken. Maar op het veld duurt het natuurlijk veel langer. En dan ben je nog met spelers aan het praten. En dan, ik was even een nummertje kwijt. Maar wat wel mooi is aan deze clip, is dat je hier een VAR hoort, zeg maar, die jou helemaal meeneemt in het hele proces. Nou, en daarna neemt hij zelfs nog mee om te zeggen van, je moet offside geven op die plek, rood intrekken. Dus het is wel, ik denk dit is wel een mooi voorbeeld zoals het is. Wel. Buitenspel, geen penalty. Wat is dit? Een onwaarschijnlijke slotfase op deze manier. Kijk, buitenspel, ik heb ook wel eens langs de lijn gestaan. Ik was er niet heel sterk in, maar als je dit wil zien. Dit is net die schouder die er voorbij is, dus dat is heel knap. Maar hier is hij wel voor bedoeld, voor dit soort situaties. Dus ik was blij dat de rode kaart daardoor ingetrokken kon worden. Want dan hebben we in ieder geval de juiste beslissing. Dalmau. Overtreding Lam. Rode kaart geeft hij, rode kaart. Van achteren op de kuit. Ja. Zet hem ernaast, hoor. Op de kuit. Ja. Ben, ik kijk hem even na, hoor. Ja. Zet hem ernaast. Hoe kijk je naar dit moment? Ja, ik zit dan weer te kijken als scheidsrechter, want je loopt er als scheidsrechter, kijk je er echt van de voorkant in. Dus ik herken dat wel en dan zie je dus eigenlijk een speler die dus van achter daar met het been in komt. Ja, en dan kun je ook, ondanks dat je op die afstand staat, kun je echt wel denken dat die achter op de kuit komt. En dat ziet hij ook. Hij zet hem op de grond. Ik vind geen rode kaart. Ik ben niet overtuigd van de rode kaart, hoor. Hij zet die voet naast die voet neer. En het contact op die kuit waar je het over hebt, dat zie ik niet. Dus ik adviseer je maar even te komen kijken. Deze is voor mij inderdaad duidelijk. Ik denk dat je met geel, dat meer dan voldoende is. Oké, prima. We hebben heel vaak momenten waarin wij zeggen van ja, we moeten ook de scheidsrechter supporten, support als VAR. Maar er zijn ook momenten waarin je echt moet zeggen van ja, hallo, dit is echt iets anders dan je ziet. En dat gebeurt hier. En ik vind dat de Graaf als VAR hier, die geeft heel duidelijk aan van, want Danny benoemt het ook, hij komt op de kuit. Maar hij komt gewoon achter op de voet. En als je dat hoort, dan moet je als VAR ook gewoon doordrukken en zeggen van nou, dit vind ik absoluut geen rode kaart. En dat vind ik hier wel goed in. Nou, dan haalt de kaart eruit, dan zal het wel geen rood, maar geel worden. Geen rood, geel. Nou, dat knap ik. Ja, nu heeft Makkely dit weekend gezegd, we moeten eigenlijk meer met elkaar communiceren. De VAR en de scheidsrechter. In Europa doen we dat al wat vaker. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk mooi dat het in Europa gebeurt. Alleen wij zitten wel, en dat is ook voor ons als Nederland, wij krijgen gewoon een protocol waar we ons moeten houden. En dat is het verhaal. Dus ze geven aan de bonden door, dit zijn de dingen die je mag. En dan mag eigenlijk wat Danny ook aangeeft, dat mag eigenlijk niet. De UEFA neemt daar de vrijheid en die doet dat wel. Dus, maar als ze dat dan doen, ja, dan moeten ze ook de bonden daar opdracht toe geven van jullie mogen dit gaan doen. Maar nu volgens het protocol is het gewoon zo van dat wij dat niet mogen. Ja, nou, en dat krijg je dus dat het daar wel mag en bij ons niet. En dat vinden mensen heel vreemd. We gaan naar Fortuna Willem II. Top die. Nee, let op vasthouden en hij heeft er ook een straf op voor het eerste setje. Die wil ik zien, dat hij vasthoudt met Flemming. Echt zo duidelijk. Laat hem echt een kwartier vast. 27. Kwartier vast, hoor. Lekker, Kevin. Kevin, de VAR. Momentje, we kijken even iets na of dat de bal al in het spel is. Momentje. Laten we iets verder lopen in frame. Als hij los is, dan kunnen we niks. Is hij los al? Hij is al los. Sky leggen voor je. Vast de bal in het spel. Is los. De bal is niet gespeeld. Kevin, de VAR. Op het moment dat hij loslaat, is de bal nog niet gespeeld.
Er zit duidelijk een aantal frames tussen, dus je kunt geen strafschop geven. Dat is toch een waardeloze regel? Voor heel veel voetballiefhebbers is dit niet te begrijpen. Nee. Omdat er wordt iemand vastgehouden in de sessie, de bal wordt wel niet genomen. Het scheelt ook maar 3 frames, dat is 1200. Ja, 1200. Alleen, kijk, in het verleden zonder VAR, nou, daar heb je gewoon penalties voor gegeven. Ja. Hij draait het terug, er komt geen penalty. Maar wat is daar dan precies de reden van? Blijkbaar hier al het vasthouden voordat de hoekschop door Hansson wordt genomen, voordat de bal in het spel is, dan is het inderdaad geen strafschop. Nou, en daar blijkt dat die bal niet in het spel is en dan kun je never nooit kunnen strafschop geven. Moet je dat niet even zo doen? Nee, maar, ja, dan gaan we al, hè. En dat doen we zo en dan geven we die beslissing. En dan komen jullie op, hè? Ja. En maar dan zeg je, nou, de bal is nog niet genomen. Nee, maar dit komt zo als een oneerlijke, waardeloze regel over. Ja, maar dat is wel de regel. En als VAR moet je de regels hanteren en als scheidsrechter. Dus ja, je kunt die niet anders. De bal is niet in het spel, dus je kunt geen strafschop geven. Nou, waardeloze regel. Waardeloze regel. Ik blijf erbij. Nou, nog meer dieren, ja. Bas? Ja, dit zijn de ezels. De ezels? Die zijn echt heel leuk. Kom maar binnen, want dit is echt... Kijk, dit zijn... Saatje, Sintje en Snoepie. Ja, die zijn ook leuk. Deze krijgen weer een kleintje. Ja. En die is zwanger, dus drachtig noemen ze dat. Dus ja. En de naam heb ik al. Hoe dan? Dikkie. Dikkie? Dik van Egmond. Ik heb gezegd tegen Dik, ik zeg het eerst volgende ezel die er geboren wordt, noem ik naar jou. Dus daar komt straks een Dikkie uit. Hé, maar Bas, je bent natuurlijk veel in de publiciteit, et cetera. Maar hoe zou je nou eigenlijk jezelf omschrijven? Als scheidsrechter en als mens? Ik geef mijn mening. Soms is het leuk, soms is het niet leuk. Maar ik ben altijd wel, onderling ben ik wel eerlijk. Ik zeg gewoon wat ik denk. En ik hoef nooit te acteren dat ik denk van gisteren heb ik dit gezegd tegen die. Dat heb ik niet. En wilde je altijd scheidsrechter worden? Ik wou een hele goede voetballer worden. Maar ja. Gelukkig heb ik geen beelden hoe ik voetbalde. Nee, ik was altijd heel snel rechtsbuiten. Maar mijn vader was scheidsrechter en ik vond het zo stoer hoe hij dat altijd deed. En het leek me echt een uitdaging. En het is echt super gaaf om te doen. Ondanks dat je soms wel denkt van ja, waarom doen mensen dat? Het is echt een kick als je als eerste Feyenoord Ajax, je komt die kuip, volle kuip in. Je komt als eerste uit die klep. Ja. Dat is kicken, kippenvel moment. Heeft de VAR veel veranderd? Ja, mensen hadden gedacht met de VAR dat alles weg was, alle discussie. Maar dat is gewoon niet zo, dat blijft. Nee, en zo Schmidt die dan heel boos op jou wordt, hoe ga je daarmee om? Ja, natuurlijk zie je dat na afloop, zeg maar, dan zie je dat in de beelden en dat hij helemaal losgaat. En dan baal je wel even. Maar ik floot hem laatst bij Heerenveen PSV. Ja, na de wedstrijd kwam hij lachen naar me toe en gaf mijn hand. En natuurlijk heeft hij ook gelijk gespeeld, ondanks dat hij niet gewonnen heeft. En hij moest lachen en hij wist ook wel hoe ver het was. Dus dat hoort erbij. Je komt elkaar zo vaak tegen. Krijg je veel over je heen op social media? Jawel. Ik moet zeggen, ik was toen de eerste scheidsrechter die Twitter had. Nou, daar ben ik toen wel mee gestopt, want ik vond Twitter vind ik wel echt heel negatief. Maar op Instagram valt het wel mee. En het ligt ook hoe je het benadert. Hè. Kijk, je ziet mij niet op een wedstrijddag dat ik post van oh, ik heb dit weekend ADO PSV wil, dat ik dat post. Dat heb ik niet. Ik maak er liever een grappig filmpje rond zo'n wedstrijd of zo. Dus voor mij is het alleen maar voor de humor en gewoon voor de fun. Zijn we nu, weet je waarom ze kakelen zo, Milan? Nou? We hebben ze een ei gelegd, hè? Serieus? Dus het kan best zijn dat we ergens een ei hebben nu. Want normaal gesproken, als ze een ei leggen, dan moet er ergens liggen. Dan gaan ze zo kakelen. Kom, dames. Hup. Aanpakken. Had jij grotere wedstrijden kunnen hebben als je meer in de pas had gelopen? Dat denk ik wel. Ja, aan de andere kant moet ik wel zeggen, kijk, ik heb daar niet de carrière die Bjorn heeft gemaakt, maar aan de andere kant heb ik daardoor ook misschien wel een andere weg gekozen, door misschien wel of daarbuiten meer te doen. En ik heb er eigenlijk geen spijt van, want ik vind allebei gewoon leuk. En ik heb gewoon een hartstikke mooie carrière zoals scheidsrechter en daar mag geen Champions League finale. Ik vind het gewoon mooi zo. En als ik lekker op zondagmorgen weer hier tussen die ezels sta, nou, wie doet me wat? Ja, daarna rij je naar de Kuip. Ja. Met voer in de achterbak. Ja, ik heb al gehad, er ligt de voer nog in stro en er ligt mijn KNVB-tas ertussen. En ik kwam de laatste keer ook aan bij de Kuip en ik trek mijn KNVB-tas eruit. Nou, de hele parkeerplaats lag onder de stro. Ja, nou ja, dat soort dingen, ja, dat is hoe ik ben. Ja, moeten ze maar nemen, toch?